Ik ben Teddy Charm en dat is Kees van Nieuwkerk. En wij hebben de film Sterke Verhalen geschreven en geregisseerd. Nu pak ik jouw momentje eventjes. Nee, is goed. Ja, pak hem lekker. Ik ben Dennis van der Molen uit Overgier. Maar sinds kort ben ik een echte Amsterdammer. Een Marokkaan die Dennis van der Molen heet. Maar ik zei toch dat het een goed verhaal zou worden? Mijn sterke verhaal gaat over een jongen, Dennis. Hij is wel Marokkaan, maar hij heet Dennis. En hij komt naar de grote stad, naar Amsterdam, om daar te gaan wonen. En hij begrijpt er niks van. En dan wordt hij verliefd natuurlijk, zoals in elk sprookje. En dan tussendoor is ook nog heel veel seks en drugs en feesten. En dan op het einde komt het misschien wel goed. En hij jat ook een pinguïn uit de dierentuin. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die Artis opbellen om te zeggen dat ze een pinguïn hebben gestolen en zo. En ze worden een beetje gek van het verhaal. En ze willen er ook, zij zeggen dat er nog nooit een pinguïn is gestolen uit Artis. Wij gingen echt wel dan na het uitgaan gingen we naar Artis. En dan gingen we daar over het hek klimmen en gingen we daar gewoon een beetje die pinguïns lastigvallen. Ik was een klein beetje stoned en toen kwam opeens een kudde impala's naar me toe. En ik van wow, helemaal kijken met vrienden. En we waren wel onder de indruk van gewoon de fauna daar. Ik ben een beetje een goed verhaal. Waarover? Over jou of over je dorp? Ik probeerde wel wat leven in de brouwerij te brengen. Maar daar werd niet iedereen echt vrolijk van, volgens mij. De gouden drie eenheid die je nodig hebt in Nederland om een film te maken. Dus de distributie en omroep, distributie, en fonds. Dankjewel. Ja, we hadden het niet, dus ik weet het ook niet. Wel de G-Star wel. Iedereen wil meedoen aan zo'n project. Dat zie je gewoon. Iedereen gunt het je. Ja, iedereen gunt ze het. Ze gunnen het je. Omdat je je hele hart en ziel en je bedurft het. We hebben het gedurfd en we hebben het gedaan. Dus ik ben ook gewoon echt trots. Ja. Op mezelf en op iedereen. Ja. Het is gewoon heel uniek. Biedt gewoon een kijk in de jongerenwereld. Verteld door jongeren zelf. En het is gewoon super geniaal en baanbrekend. Lijpe Dagu. Deze man, kijk, denk je dat hij weet wat de echte vissa is? Wat? Twee barkies. Nooit dat hij het weet. Dan to never nooit. Kijk naar zijn wiri, man. Even kijk zijn biggie edit. Kijk zijn vieze patas, man. Hij is zeker niet down met die jonkels en die bieris, joh. Yo. Is nou een biggie movie, toch? Is Isabva. Asandati is een leuke film, dus wanneer je aan het gaat kijken is het van ai, je weet toch, beter heb je die popcorn tak ai, van je moet met je brother of je moeder zijn van, je moet die dingen kunnen beoordelen van ai, je weet toch, snap je wat ik bedoel? Heel veel mensen zeiden toen we de film aan het maken waren over het straattaalgedeelte dat ze het niet snapten en dat we het moesten ondertitelen. Maar daar hebben we juist voor gekozen om het niet te ondertitelen, omdat je toch met het karakter, het hoofdkarakter Dennis meegaat, zeg maar, Dennis van der Molen, gespeeld door Ahmed Akabi. Want hij snapt het ook niet. Hij is een jongen uit de provincie, hij komt naar Amsterdam. En je moet met hem op reis, zeg maar, in de film. Dus en hij snapt het steeds meer gaandeweg de film. En dat moet je als kijker ook doen. Ja. Donderdag, 19 augustus, in de bioscoop. 16 augustus, première. Sterke verhalen. Sterke verhalen. Alsjeblieft, ga het zien. Met Manuel Broekman. Dat is heel belangrijk eigenlijk, alleen die, daar moet je even op letten. Dus, hey, lekker. Nu gaan we stoppen. Donderdag, in de bioscoop. Nee, ik zeg donderdag, zeg jij 19 augustus? Ja. Donderdag, 19 augustus, in de bioscoop. Sterke verhalen, sterke geschichten. We hebben allemaal hele toffe ideeën. Alleen nog heel eventjes deze film afzien. Ja, we hebben even rust nodig in ons hoofd. Het is nu wel heel druk. Ja, en dan gaan we. Ik denk na het filmfestival denk ik dat we weer gaan beginnen. Dan hebben we vieren vakantie in Utrecht en dan gaan we dan weer aan het schrijven. Geïnspireerd door alle andere films die we hebben gezien.
3D-ridder pornofilm? Vroeger, heel lang geleden, niet eens zo lang geleden eigenlijk, was ik er heilig van overtuigd dat ik half wasbeer was. Omdat mijn liefde voor appels zo ver ging en omdat ik de hele tijd koprollen maakte.